In verband met in memoriam en 1 minuut stilte, verzoek ik u allen zo indien mogelijk te gaan staan. Op dinsdag 6 november 2018 is naar een korte maar ernstige ziekte overleden Henk van Grevengoed op de leeftijd van 54 jaar. Henk is ruim 30 jaar lid geweest bij de VV Nunspeet. Eerst in de B- en A-jeugd, verhuisde voor zijn politieopleiding naar Rotterdam, speelde daar bij de voetbalvereniging Schiedam en speelde in het voetbalteam regio Utrecht. Later kwam hij weer terug bij het zomeravondvoetbal in Nunspeet, werd hij weer lid van de veteranen en het 40-plussier. Henk was altijd een vriendelijk, een man met een blauw-geel hart. Volgde Nunspeet 1, thuis- en uitwedstrijden. Vaak met je onafscheidelijke pet op en een sigaartje in je mond. We zullen je gaan missen langs de velden en op het sportpark de Wildzang. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Karin, zijn zoon Max, ouders, verdere familie en vrienden. De laatste weken zijn helaas nog 3 families die ook lid zijn van onze vereniging in diepe rouw gedompeld. We denken hierbij aan de familie Pluim, familie van Klompenburg, familie Beek, familie van de Gronden. En zojuist hoorden we dat de vader van Jaap Mezier ook overleden is. We wensen dan ook alle genoemde families veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen. Vandaag hebben ook alle andere jeugd- en seniorenteams van de VV Nunspeet bij de thuiswedstrijd een minuut stilte in acht gehouden voor Henk. Ik vraag u nu dan ook om deze minuut hier ook te houden en 1 minuut stilte